Weet u iets voor elkaar, wie wel of niet de prik heeft gehad? Nee. Zou je het willen weten? Ja. Nou, eigenlijk nu niet. Nee. Of, ja, het zijn heel veel ouderen, dus je vermoedt dat ze gevaccineerd zijn, maar dat weet je nooit. Gorsje is gevaccineerd, maar er zijn ook mensen die zijn niet gevaccineerd. Alleen, wij weten dat natuurlijk niet allemaal. Yes! Wordt er over gepraat? Heel weinig. Er wordt wel wat over gepraat, maar heel weinig. Mensen vragen niet aan elkaar hier. Nee. Nee, nee. Ja, ik vind iedereen moet dat voor zich weten wat hij doet. Je wil het niet vragen aan iemand? Nee. Heb je ze gehad te prikken? Dat ga ik niet vragen, nee. Ik denk dat mensen dat in die privésfeer willen behouden. Maar je hoort het wel van toch wel meer om je heen van ja, ik ben ingeënt. Toen we dus dat ging beginnen, dan hoorde je iedereen van oh, ik moet morgen, ik moet overmorgen. Dus het was het gonste wel. Over degene die niks zei. Ja, maar ja, daar speelde ik dan toevallig niet mee, denk ik. Want u wilt dan liever niet spelen met mensen die niet gevaccineerd zijn? Juist, inderdaad. Ja, dat wil ik mijden. Ik heb mijn eigen kinderen ook een hele tijd niet gezien. Maar wilt u ze wel in de auto hebben als u naar een uitwedstrijd gaat? Ja, dat is kwestie van discussie. We wachten eigenlijk op de bond en op de politiek om antwoorden hierop. Van hoe ga je hiermee om? Ja. Wij kunnen dat niet beslissen op het ogenblik. Of je ze moet weigeren? Dat gaan wij nu niet beslissen, nee.